We bekijken de basisinstellingen van zowel een switch als een router. Hoe dat we die moeten gaan instellen. Ook hoe dat je remote kunt instellen. Dat blijft voor die apparatuur dat een beetje hetzelfde, hè, om in te stellen. Om te beginnen met de switch dus. Ja, een switch en ook een router, je kunt dat eigenlijk vergelijken met gewoon een PC die dat opstart. Alleen heeft hij geen scherm, geen keyboard, geen grafische kaart enzovoort. Hè. Die start eigenlijk op vanuit een klein programma in ROM. Ga kijken waar zijn CPU zit. Heeft ook wat RAM dat hem kan gebruiken. Hè. En bij de meeste routers en switches steekt er flashgeheugen in. En flashgeheugen kan je gebruiken om nieuwe versies van besturingssysteem eigenlijk erop te zetten. Hè. En dat gaat hem dan zoeken en daarvan start hem eigenlijk zo een firmware, zeg maar, op, hè, om te gebruiken. Hè. Hier zie je dus bijvoorbeeld een voorbeeldje van een boot system flash. Dat gaat een bepaalde image gebruiken. Bijvoorbeeld als er een nieuwe versie zou komen of een update van mijn image, dan kan hem die, kunnen daarvan booten vanuit flash. Hè. En dan gaat hem die ook opstarten, zeg maar. Hè. En dan kunnen die een uittesten. De lampjes dan met een switch. Ik ga er niet te lang bij stilstaan. Dat duurt misschien belangrijk om te zeggen is dat dat verschilt. Als je zo opstart, dan denk je dat duurt soms nogal lang. Eer dat een lijn groen wordt. Hè. Hoe komt dat? Het eerste wat die switch eigenlijk gaat doen, als je daar iets insteekt, is kijken, ben ik nu verbonden met een andere switch? Aan de andere kant, of ben ik verbonden, of steekt er een gewone computer in, zeg maar. Dat is zijn eerste ding, en dat duurt al heel lang, eer dat hem dat automatisch gaat detecteren, zeg maar. Ja, voor de rest, de snelheid blijft hetzelfde met duplex en speed, tenzij je dat aanpast. En je kan ook nog sommige switches hebben die dat power over ethernet ondersteunen, waardoor je geen voedingen bijvoorbeeld in je apparatuur moet hebben, zoals een telefoon bijvoorbeeld. Remote management of management in het algemeen. Hè. Dus in alle devices kan je een consolekabel steken, hè, waarmee dat je een verbinding kan maken vanuit je PC rechtstreeks in de switch of in de router. Als je vanuit het netwerk je switch wilt instellen, kan je die ook een IP-adres geven. Normaal gezien heeft een switch geen IP-adres, hè, maar je gaat die eigenlijk een virtueel IP-adres geven. En door dat virtueel in te stellen, kan je dat wel bereiken vanuit het netwerk. Hè. Hier is een voorbeeldje van hoe dat je dat doet. Dus hier zowel een IPv4-adres ingesteld als IPv6-adres. En we hebben die ook in een aparte VLAN gezet. Een apart management VLAN, een apart netwerkje, zeg maar, waarmee dat je de dingen kunt beheren. Omdat je dat niet zo graag hebt dat eigenlijk iedereen je switch zou kunnen benaderen. Of iedereen dat zou kunnen proberen in te loggen, zetten die dikwijls op een apart stuk, zeg maar. Hè. No shutdown type is ook om op te starten. En vanaf dan kun je eigenlijk verbinden met je systeem. Ene dat je misschien wel moet instellen, is een default gateway. Stel dat je zo via een VPN ergens ingelogd bent in je netwerk, hè, dan weet je switch ook niet hoe dat hem naar buiten moet geraken. En dan moet je dus wel een default gateway instellen, ook op de switch. Hè, dat hij ook de weg nog naar buiten vindt. Hè. Dat is dan een eerste router waar de switch aanhangt, hè, waar dat hem naar buiten kan. Voilà. Als dat ingesteld is, doe de copy run start. En vanaf dan is dat eigenlijk bewaard, ook voor als hem zou herstarten, zeg maar. Hè. De poorten instellen. Normaal gaat er daar weinig aan veranderen. Hè. Dus je hebt full duplex communicatie. Dat betekent dat je in twee richtingen kunt praten tegelijkertijd. Hè. Zowel om te verzenden als te ontvangen. Hè. Je kunt dat anders instellen. Je kunt ook die snelheden aanpassen enzovoort. Maar normaal gezien doe je dat niet. Hè. Dus hier is het voorbeeldje van wat je dat, met welke commando's dat wel kan doen. Hè. Full duplex snelheid 100 of 1000, afhankelijk van wat voor kaart of wat voor netwerk snelheden dat je switch aan kan, of je PC aan kan. Cross cables, normaal gezien de nieuwste switchen die detecteren dat, zoals de laptops ook en de computers ook, die hebben auto MDX, waardoor dat ze eigenlijk gaan automatisch kunnen switchen tussen cross of straight kabel. Hè. Het ontstaan van een cross kabel is gewoon, als je verzendt over hetzelfde kanaal als dat je ontvangt, dan krijg je eigenlijk botsingen. Dus dat moet gecrossed worden, waardoor dat de verzender bij de ontvanger terechtkomt en de ontvanger naar de verzender. Hè. Dus dat die draden gecrossed zijn, zeg maar. Hè. Dat kan hem dus automatisch doen, de nieuwste dingen kan dat automatisch, waardoor dat je er eigenlijk niet zoveel meer op moet letten. Hè. Andere dingen, de show commando's, waar dat je meestal, denk ik, de show running config is degene dat je het meeste gebruikt, denk ik, in
de commando's, want dan krijg je een overzichtje van je instellingen. Hey, bijvoorbeeld hier, in de running config, zie je dat daar op de interface VLAN 99 een IP-adres is ingesteld. Ook een IPv6-adres en een default gateway. Dat kun je dan eigenlijk nakijken in je dingen. Fouten dat je kunt krijgen bij switches, bijvoorbeeld dat zijn te kleine pakketjes, dat noemen ze een runt, kleiner dan 64 bytes, dat is zo klein dat er geen informatie in kan staan. Dat betekent meestal dat er iets fout is gelopen met je pakket. Hè, zo. En dat kan ook met te grote pakketten, dat die te groot zijn, giant, waardoor dat die eigenlijk niet kunnen verstuurd worden. Hè, dat moet een switch ook detecteren. En dan heeft hij ook nog een CRC-controle. Elke frame dat door een switch gaat hij nakijken op fouten. Een fout dat kan komen door storing of door een kapotte kabel of iets in die trend, waardoor dat hem een CRC-fout krijgt en dat pakket dan eigenlijk moet opnieuw krijgen. Hè. Een ander ding zijn collisions, botsingen. Normaal gezien krijg je niet veel botsingen. Normaal gaat een botsing niet zoveel voorkomen. Maar als je bijvoorbeeld wel half duplex werkt, hè, waardoor dat stel dat bij een walkie-talkie systeem, hè, dat je dan moet zeggen, ja, over aan u en dan moet een andere praten, daar kun je tegelijkertijd praten op hetzelfde moment en dan kun je een botsing krijgen. Hè, dat is een collision. Hè. Een ander ding van een late collision wordt dat genoemd, als uw kabels te lang zijn, uw UTP-kabels, dan kan dat zijn dat die al denkt aan de ene kant van, dat pakket is al verstuurd geweest, hè, maar doordat die vertraging op die kabel zit, kan dat zijn dat die al begint uit te zenden op het moment dat er nog een ander pakket is. En dat is een late collision dat je kunt hebben. Hè. Remote access dan, hè? Dus je kunt bij alle devices wel rechtstreeks met een consolekabel in, maar je kan ook remote toegang verlenen, waardoor je vanop het netwerk ook instellingen kunt wijzigen. Telnet is daar standaard protocol in, hè? Maar dat is het clear text protocol. Dat betekent dat je je username en je paswoord over de draad ziet huppelen of door de lucht ziet vliegen. Dat is niet de bedoeling, hè? Want dat kan iedereen inloggen in je systeem. Vandaar is dat vervangen door SSH. En dat vind je dan wel op de meeste routers en switches om geëncrypteerd, zeg maar, je username en password door te geven. Ook je commando's, dat mensen dan niet kunnen kijken wat dat je allemaal aan het doen bent met die ding. Dat kunnen we met een show IP SSH doen om te kijken dat het erop staat. Routerconfiguratie is eigenlijk hetzelfde. Ook een consolekabel, ook een IP-adres waar dat je op kunt gaan verbinden. Hè. Maar dat is al standaard, want routers zijn met IP-pakketten bezig. Hè? Dus hebben sowieso adressen op hun interfaces staan. Wat zie je hier staan? Hè? Dus de eerste manier om te verbinden met een router is de console. Dat zie je hier. Line console 0. Dat is één consoleverbinding die je kan hebben. Dat kan je een paswoord opzetten. Zeggen dat je mag inloggen. En vanaf dan kan je met je blauwe kabel zeg maar, inloggen op de router. Het tweede wat je ziet is remote access. Is hier line VTY 0 tot 4. Betekent eigenlijk dat je telnetverbindingen kan maken, hè, of SSH-verbindingen. En je kan er 5 maken, hè, 0, 1, 2, 3, 4. Dat zijn 5 verbindingen die je kan gaan leggen. Dat zijn die getalletjes die je daar ziet. Zet je ook weer een paswoord op, laat je login toe, en dan kan er iemand, als dat IP-adres ook is ingesteld, kan die zo remote inloggen op je systeem, zeg maar, hè. Voilà, kun je er ook banners aan geven. Als dat werkt, kun je een copy run start doen en die configuratie bewaren voor later. Hè. De meeste routers werken dual stack, want ze gebruiken eigenlijk IPv4 bijna niet meer. Hè. Alle devices spreken zowel 4 als 6. En de afspraak is, vanaf dat de overkant 6 spreekt, ga je ook 6 spreken. Dus dat betekent, dat is dual stack, hè, dat je zowel IPv4 nog draait als IPv6. Hè. En dat kan het zijn, afhankelijk van hoe dat je netwerk gebruikt, dat je volledig V6 gaat gebruiken. Dat gaat dan proberen. Of IPv4. Hier een voorbeeldje van de instellingen. Bijvoorbeeld een interface gigabit ethernet 0/0/0. Ik heb de gewoonte van een show run te doen in het begin. Dan zie je welke interfaces dat er zijn. Voor die nummertjes. Je kunt dat ook wel aflezen op je hardware. Hoe dat die poorten heet. Maar dat is handig om dan zie je welke dat je kan instellen. En welke dat er niet zijn. Die kan je ook niet instellen. Hè. Om dat onderscheid al te kunnen gaan maken. En dan kan je IPv4 en IPv6 adres gaan instellen, het typische voor Cisco, no shutdown, om hem op te starten dan, en dan kan je die actief gaan gebruiken. Kan je bijvoorbeeld ook remote aan, hè, als je dat gaat doen.
Een loopback interface, was dat voor iets? Dat kende misschien al van de gewone PC, de 127.0.0.1. Dat is een local host, hè, of ook een loopback adres. Dat zeiden eigenlijk zelf. Hè. Dat gebruiken we in sommige oefeningen om een netwerk na te doen. Alsof dat je bijvoorbeeld naar internet kunt. Hè. Dan geven wij een loopback interface, zomaar een IP-adres uit internet bijvoorbeeld. Zodanig dat je altijd een route naar het zogezegde internet kunt gaan doen. Hè. En dan kun je dat simuleren door dat zo te gebruiken. Zo kun je eraan maken zoveel dat je wilt eigenlijk, loopback adressen. Hè. Dat zijn interne adressen, dat zijn fake adressen. Dat is nooit, je kunt daar niks inpluggen of zo. Hè. Dat is een virtueel adres eigenlijk. En dat betekent, dat zij dat zelf. Je kunt dat ook niet afzetten, dat draait altijd eigenlijk. Hè. Dat is ook weer een voordeel dan, dat dat altijd up is, zeg maar. Hè. Dan nakijken de verschillende show-commando's. Show IP interface gaat u interfaces bekijken. Die brief is wel handig. Ik denk niet dat die packet tracer kan. Dan, omdat hij in het kort al zegt van, ah ja, staat er een IP-adres op en staat dat aan of niet. Hè? Hier zie je bijvoorbeeld dat serial 011, dat die geen adres heeft toegekend en die staat down. Hè? En ook, die is niet opgestart, er heeft niemand een no-shutdown gedaan. Dus die staat gewoon af. Hè? Een show IP route, die gaat natuurlijk al direct weergeven welke routes dat u wat hem kent. Hè? Dus de direct geconnecteerde netwerken gaat hem bekijken. Ik heb hier bijvoorbeeld een router, dat is router 1. Die kent 3 netwerken, zie ik hier, want die heeft het netwerk de 10, heeft het netwerk de 11 en heeft de 209 als netwerk. Je ziet elke keer zijn eigen adres, dat zet hem er sowieso in zijn eigen tabel. Zijn eigen adres, dat geeft hem een le aan hier. Hè. Dus hier zie je de 3 interfaces die geconfigureerd zijn. En hij plakt er ook automatisch het netwerk aan. Daar moet hij eigenlijk niks voor doen, dat doet hem standaard vanzelf al. Hè. Gaat hem dat eigenlijk invullen in zijn routingtabel, zeg maar. Hè. Voilà, die C ernaast, dat duidt erop dat hem dat direct geconnecteerd is. Hè. En dat heb je zowel bij V4 als bij V6 in uw systeem steken.